goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag en dat... Oh nee, zaterdag bedoel ik. En dat betekent dat het vanavond kerstavond is. En dat kerst om de hoek komt. Dus ja, wij gaan gezellig kerst vieren dit weekend. Kunnen jullie zien? Wel net. Ja, hij zit dus daar op de grond nog wat cadeautjes in te pakken voor familie. En die hij zelf gekocht heeft en graag wilde geven. Gisteravond hebben we kerst gevierd met vrienden. Dat was heel erg gezellig. Daar heb ik ook allemaal leuke cadeautjes. Maar dat laat ik allemaal nog wel zien na de kerst. Vandaag gaan we dus naar Rotterdam. Daar gaan we met familie kerst vieren. En morgen zijn we thuis in principe. Dan gaan we gewoon samen kerst vieren. En dan gaan we eindelijk zien wat we voor elkaar gekocht hebben. Ik ben al weken aan het raden. Ik weet het gewoon nog steeds niet. En hij ook niet van mij. Dus dat is wel grappig. Tweede kerst gaan we ook nog met familie vieren. Maar morgen gaan we geloof ik ook nog wel even naar familie. Kerst draait om familie. Dat is gewoon een ding. Dus jullie zullen het allemaal wel zien en meemaken. Wij gaan in ieder geval zo de auto in. Onderweg naar Rotterdam. En daar heb ik zin in. Want ik heb hele leuke doos gekocht. En die wil ik graag geven. Want dat vind ik leuk. Goedemorgen allemaal, het is vandaag eerste kerst en ik ben jullie een klein excuus verschuldigd, want ik kon gisteren niet meer vloggen. Ik had mijn camera wel mee, maar mijn batterij was leeg. Ik was vergeten mijn camera op te laden. Super goed bezig. Wij hebben in ieder geval kerstavond dus gevierd in Rotterdam. En gezellig cadeautjes gedaan en zo. Wat die zijn, dat laat ik jullie binnenkort allemaal in een aparte video zien. En nu is het eerste kerst en nu gaan we... Wij zelf cadeautjes doen en daar heb ik super veel zin in. Hoe blij ben je? Heel blij. Ga ik je nog zien vandaag? Nee. Alleen dit zie je zo. Helemaal dat. Merry Christmas. Dus ik zal nog eens even wat vloggen, want het schiet er een beetje bij in vandaag en gisteren en de afgelopen dagen. Maar het is ook gewoon lastig omdat het kerst is en dan... Oh, ik moet even zitten hoor. Het is ook lastig omdat het dan kerst is en dan ben je gewoon kerst aan het vieren met familie. En dan heb je daar natuurlijk ook eigenlijk allemaal niet zoveel zin in. Ik ben vanmiddag dus naar familie geweest. Zijn familie.
gewoon gezellig wat gegeten, filmpje gekeken en toen dus naar Middelburg. Maar morgen gaan we dus met dezelfde familie ook nog een keer brunchen in Kamperland. Bij Kamperduin. Kamperduinen. Zoiets. Gaan we in ieder geval brunchen morgen. Ook heel veel zin in. Wordt ook wel gezellig, denk ik. En als dat allemaal afgelopen is, ik geloof dat we daarna ook nog even terug naar het huis gaan. Familie gaan, zeg maar. En daarna is het echt klaar. En dan ga ik bank hangen en Netflix kijken. Want ik ben echt... Ik ga PlayStationen! Woe! Hij is zo blij met zijn PlayStation. Dus vandaar dat ik dacht, joh, ik stel die vlog gewoon nog even een dagje uit. En we gaan naar Gent. Want er zit een Primark en dan wilde ik Ens volgens mij een uurtje rijden. Ik wist niet eens dat die daar zat gewoon. Het is een uurtje rijden en dan zit je gewoon in Gent. Dat is gewoon dichtstbijzijn voor ons. Nooit geweten. Moet je wel de tunnel betalen. Kost je wel een tientje extra. Maar goed, dan heb je ook wat. Dus daar zijn we nu onderweg naartoe. Ik zie jullie echt helemaal niet in het schermpje. Dus ik hoop dat jullie mij wel kunnen zien. De zon schijnt super fel. Wat is er achter me? Blaastest. Blaastest? Oh. Take a straw. Ik kan geen straw nemen, want de straws zijn op. Anders kan je een blaastest doen. Anyway, het is super druk hier in... waar zijn we ook alweer? Gent. Niet normaal. Het is ook super ver lopen. Oh, we kunnen ook hier naar beneden gaan. Wat sneller? Wat is er waar? Nou, maar je kan ook naar beneden... Oh my god. Home, sweet home. Nou, we zijn weer thuis, jongens. We zijn inmiddels ook nog even verjaardag geweest bij mijn broer. We waren iets te laat, een half uurtje. Viel mee, was niet erg. En ja, eigenlijk moeten we dus weer op verjaardag. Maar we hebben eigenlijk besloten dat we niet zoveel zin hebben. Sorry, maar we zijn gewoon moe. Dus we gaan even eentje overslaan. Dan gaan we even een ander keertje. Want je kan niet alles willen op één dag. Dus helaas pindakaas. Nou, leuk dat jullie weer keken naar deze kerstvlog. Sorry dat het een beetje een samenhangend iets is met allemaal losse stukjes. Want het is kerst en het is gewoon lastig. In ieder geval hebben we een hele leuke dag gehad vandaag. En gisteren en eergisteren. En de dag daarvoor. En ja, doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. En abonneer hieronder ergens. En laat een leuke reactie achter om te kijken wat jullie deze kerst hebben gedaan. En dan zie ik jullie heel graag weer in de volgende video. Doei doei. Bye.